Goedemorgen, het is vandaag maandag, het is 3 januari. Ik ga lekker rijles nemen nu. Ik heb een uurtje rijles en dan ga ik weer voor het eerst na 3 maanden naar school. Ook gelijk tot 5, dus hoe is Mila? Ik kwam op school om 9:45. Zegt ze, ja, we hebben pas om 1 uur school. Dus ik ben beland in de gym. Ik ga even sporten en ga ik zo naar school. Thuis van school. Ik ben even lekker naar school geweest. Tot alle 4. Ik kon een uurtje eerder weg, gelukkig. Ik ga het even toch helemaal op. Ik heb net echt, half uurtje geleden, zette een meisje maar in een post op Facebook. Dat ze in Lorette voor de zomer vloggers zochten voor een club. En nou ja, weet je, ik ben niet zo'n... Ik hou heel veel van eentjes, maar ik weet, Lorette vond ik me nooit echt heel erg aangetrokken. Maar dit lijkt me echt geweldig, want ja, gewoon vloggen en ik hou heel erg van reizen. Dus lekker in een ander land, mijn hobby, vloggen en presenteren uitoefenen, lijkt me super leuk. Dus ik had me gesolliciteerd en echt 10 minuten daarna kreeg ik een smsje van, heb je zin, heb je tijd om vanavond even video bellen. Dus ja, ik heb tijd. Het is vandaag dinsdag en wij gaan met de familie lekker naar de Efteling. Ik heb er heel veel zin in, want Jeloen, de kind van mijn zus, die kijkt er echt al jaren naar uit. Dus die zal helemaal blij zijn. Dus we gaan die kant op. Wij wonen zelf in Friesland, dus we moeten echt 3 uurtje in de auto zitten. Maar here we go. We zijn in de auto met oma. Oma is vandaag jarig. Superleuk. En oma gaat ook mee naar de Efteling. En we zijn even aan het wachten, want de andere helft van de familie moet even tanken. En hoeveel kilometer moeten we nog uit? 161. Nou, zijn er bijna. Nog even. Nog 2 uurtjes. Ik hoor wel even wel. Ja, nog 2 uurtjes. We zijn aangekomen in de Efteling. We zijn het eerst het volgende restaurantje ingegaan voor koffie. Hallo, wat heb jij gekregen van Annie? Chocolade. Andere kant. Chocolade. Wie heb je net gezien, Lou? Van die boeren stempel. Boterkapje? Hallo, wat heb je gezien? Ja. Leuk, hè? Ja, goed. Ga door. We hebben echt een beetje ongeluk met het weer, want het regent echt. Ja. Hoe heet dat, huis? Je weet, dat is deze. Oh, ja. Laat ik je maar ook even een sport. Dan gaan we als eerst in. We verdwaald, dan komen we er niet meer uit. Maar het is zo spannend voor jullie, denk ik. Echt mooi weer. Het regent helemaal niet. Was dat leuk, Jaloe? Heb je nu ook honger? Ja. Jaloe, waar gaan wij naartoe? Jokie Jet! Yay! Je moeder is nog blijer. Superleuk, superleuk. Zo zin in. Je loopt een beetje achter. We moeten naar Jokie en Jet. En Jet gaan de wereld rond. Op zoek naar avontuur. Villa Volta. En kijk, Lou vindt het ook heel leuk. Dat zie je op actie. Oh, dat vind ik zo raar. We gaan nu nog later Morgana. Ik ga kijken. Ga je mee? Ik ga kijken. Oh, dat is heel mooi. Het is alweer bij de 4:45, dus het park is dicht. We gaan nu even bij de Aquanura waterlichtshow kijken. Ik ben benieuwd, het is super koud. Het regent een beetje. Hoe is dat? Goedemorgen, het is weer vrijdag. En deze vlog gaat echt de verkeerde kant op, want ik vlog niks. Ik heb het gewoon een beetje druk, want ik moet telkens naar school werken, En school is gewoon heel saai om te filmen.
Nou, ik ben op schoolbalans en we zijn allemaal een beetje te laat en daar mogen we gewoon niet meer in. Is het kut? Ja, het licht zit op mijn vloghand. Ja. En Isabella die doet mijn haar altijd. Because ik weet niet wat ik met mijn haar moet doen, dus hij verlegt het altijd leuk voor mij. Ideaal. En wat hebben we hiernaavond voor les? Burgerschap. Burgerschap? Ja, van Albewonen. Van Agenbewonen. Hebben we dat hier om 10 uur al? Nee, om 12 of zo. Maar ik weet niet wat het ons rooster is. Wat hebben we nu dan? Engels. Taalcentrum. Vertel eens, zo weer stage. Wat heb je gedaan? Ik heb paard gereden. Oh ja, fucking chill. Ik heb me heel eenzaam gevoeld. Wat dan? Ik was helemaal alleen. Ik had geen wifi. Oh, je moest daar wonen ook? Ja. Wil je even pauze? Denk ook niet dat je... Van de Duitse nergels. Dat is een plek in mijn shirt. Oh. Oei. Oh. Zijn onze make-up aan het doen. Ja. Op de fliek voor alle mooie knappe jongens bij ons in de klas. Eén pompje. Huh? Eén pompje, heb je dat nog? Pompje? Ja, foundation. I can take a look for you. Shhh, we hebben het goed. Huh? Ja, we zijn aan het rekenen. Ik wel. Melanie, ben je ook goed bezig? Tuurlijk, wij zijn er best. Ja, is heel slecht bezig. Ja, doe moeilijke. Ik ben weer uit van school. Ik ben nu met Vera in de trein. Echt op elke vlog zijn we samen in de trein. En dan ga ik weer naar Groningen. We gaan even naar de Primark en ik weet niet wat we gaan doen. Dus we nemen jullie mee. Kijk, dan mijn hele bak vol met planten, kaarsen, klok. Zij ook, allemaal plantjes. Vet leuk, de nieuwe homeafdeling. Ik ben weer thuis. Ik ben morgen eindelijk de hele dag gewoon lekker vrij. Dus ik denk dat ik dan morgen gewoon een beetje mijn kamer ga opknappen. Even mijn bed verplaatsen en even lekker, even wat nieuwe dingetjes. Gewoon even mooi maken weer. Ik heb ook nieuwe planten nodig. Ik heb dus nu één nieuwe plant gekocht als deze. Maar ik wil meer planten. Ik wil een grote plant. Ik weet niet, ik vind het groen zo mooi op mijn kamer. Dus ik ga even morgen even tijd insteken. Ik ga nu lekker slapen. Ik ben zo moe. Goedemiddag, het is zaterdag. Ik ga lekker mijn kamer verbouwen. Ik heb alleen over een uurtje heb ik dat videogesprek voor dat vloggen gezocht in Loretta Mar. Dus daar moet ik wel even ready voor zijn. Ga ik ook even mijn haar doen. Het was wel netjes. En nu ga ik mijn bed, denk ik, die hier staat, wil ik hier hebben staan. Maar ja, dat is heel veel werk. Dus ik ga even kijken of het lukt. Dus dan moet ik eerst... Even kijken. Zal ik eerst die kledingrek en shit, moet ik dan daar weg hebben. En deze spiegel. Wel een beetje donker plekje waar mijn spiegel nu staat. Omdat ik natuurlijk tegenlicht heb van buiten. Maar ik heb nu mijn nieuwe rokje van Zara. En mijn laars van Sasha. Ik ga nu naar onze jongens, naar de bioscoop. Met Jonny. We gaan lekker de film. Zin in. Ja, je weet wel dat het zo donker is. Maar ja, dat is even niet anders. Ik was net even naar onze jongens geweest. Naar de film met Jonny. En toen daarna ga ik even een patatje halen op de hond. Nu ga ik lekker mijn bed in. Ik ben echt heel min. Ik ben verkouden. Ik vond het niet zo lekker. Dus ik ga lekker mijn bed in. Morgen weer 9 uur werken. En morgen verwacht een hele heftige storm. Dus ik ben benieuwd hoe heftig het allemaal wordt. Maar ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Hele goede morgen. Het is zondag. En kijk naar buiten. Ik heb gewoon mijn ding dicht, hè? Alles. En je hoort heel hard de wind. Ik ben vet bang dat vanmiddag geen treinen meer rijden of zo, want het is echt code oranje. Maar ik moet werken van 9 tot 6. Dus hartstikke gevaarlijk. Ik ben nog niet schaar. Ik ben weer klaar met werken. Het stroom valt gewoon uit. Deze storm is echt niet normaal. En ons hele huis was net gewoon helemaal aan het trillen. En toen ineens viel de stroom uit. Nou, het weer was weer helemaal top. Ik heb vandaag trouwens gewerkt bij de kleuterbios van 9 tot 4. Ik mag 4 uur naar huis. Kleuterbios, even kijken of het licht een beetje normaal kan doen.
kleuterbios was heel leuk. Ik moest de hapjes maken met de kids. Ik moest autootjes maken, poppetjes met marshmallow, chocolaatjes, smarties. Was super leuk. En nu ga ik even lekker editen en zo. En dan ga ik ook lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vonden jullie hem leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Give me where the light is, give me where the bright is.